Alright. Little Mayo, right back at it again. Nu tegen Chin. Chin. Kazuya spelen had ik vernomen. Even de knoppen uitvogelen. Oh. Ja. Oh, we gaan sharen, boys. Oh. We gaan die hype replay sharen. De fantastische momenten. Ja. Clip it. Kazuya tegen Dragunov. En random Dragon's Nest. Lekker neutraal. Toch compact. Mensen gaan weg. Ik zie niet wie het was. Nee, ik ook niet. Dan, we zullen het nooit weten. Allebei die. Die rank. Little Mayo die. Tegen Chin Sama die. Wordt dit een goede battle? Ik hoop van wel. Laten we hopen dat niet nog een 5 houden. Dat is toch een beetje zonde. Ja, het zou wel jammer zijn. Electrics coming out. Spelers elkaar nog een beetje aan het aanvoelen. Volgens mij nog nooit tegen elkaar gespeeld. Dus. Beetje die pokes poppen. Even ja, gewoon die daar toe gooien. Kijken hoe die reageert. Oh, oh. Precies. Hapsakee. Met de Hell Sweep en de punish. Ja, 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 ja. Daar moet je mee uitkijken. While running 2 for pressure. Nog één. Beide spelers. Beetje passief. Kat uit de boom kijken. Oh, maar daar gaan we. Dat is een combo. Bleef beperkt. Bleef beperkt. Kazuya kan veel nummers krijgen. Little Mayo zit te vissen naar die grote launcher om terug back in de game te komen. En de mid. Round 3. Fight. Ja, die is hit confirmable. Ja. En daar moet je ook mee uitkijken. Toch min 10. Misschien zelfs wel meer. Helemaal, het fijne weet ik er ook niet precies. Ja. Dat is de wall. Stop. Pressure. Sidestep. Gaat recht over de Hell Sweep heen. Mooie pick-up voor de finish. Normale of geen electric, toch? De punish kwam te laat. Gooit hem gewoon even uit. Werkt niet. Kost hem behoorlijk wat leven en momentum. Ja, doe het nog eens. Ja. En zo kun je zien. Pressure, momentum, je wil het niet weggeven. Soms is een punish meer dan alleen damage. Nog een Hell Sweep. Niet bang om het nog een keer te doen. Net een sidestep into a perfect. De 1-0. Snel werk van gemaakt. Gaat gelijk terug naar de Dragon's Nest. Nog even een slok. Even een slokje energy. Diepe concentratie van Little Mayo hier. Even die zenheid bereiken. Fully Feng Shui. Stomp. Ja, dat had wel moeten werken. Iets te laat. Net te low parry. Ja. En de health speed. Je lijkt de smaak te pakken te hebben nu. Waar hij eerst passief en een beetje eigenlijk aan het kijken was. Wat gaat hij doen? Gaat hij nu zelf fully offense. En het werkt. Ja,
Weer een nette sidestep. Helaas geen punish. Ja. Met de L-speed. Oeh. Oeh, dat had de game kunnen zijn. Hij pakt hem alsnog. Hij heeft het zelf ook door. Electric. Ja, en dit doet pijn. Kazuya, season 3. Dat was nog niet eens alles wat hij had kunnen krijgen. Maar het was slightly awkward. Oeh. Nou, die is niet punishable. En Dragunov heeft ook niet echt een full guards mix-up. Dus dat is redelijk free om tegen hem te doen. Pressure. Pressure. Wat ga je doen? Up forward 4. Rechter onderdoor. Grab. Wordt gebroken. Netjes. Clean. En een shoulder voor een finish. Still in it. Nog een electric. Ja. Bap, 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 bap. Ja, en dat zie je. Oei, oei, oei. Maakt hem niet af. Oeh. Nou is het ook zo dat Dragunov 14 frame punten niet heel denderend is. Dus zelfs als je hem afmaakt. Oeh, gelijk aan. Gelijk in, hij switcht niet. Maar wel de 2-0. Denkt met Dragon 6 het antwoord te hebben. Toch 2-0, zoals je zegt. Round 1. Fight. Little Mayo met een beetje pressure over zone. Terug antwoorden. Oh, ja. En je bent altijd één electric verwijderd van het verliezen van een game. Het kan heel snel gaan. Oh, dat is zo'n goede race drive. Finish niet helemaal. Klein beetje helft nog over. Wat ga je doen? Up forward 4 voor de finish. The great. Dat scheelde niet veel. Deze match is enorm momentum-based tot nu ver. Als één iemand een hit scoort, dan is het ook gelijk komen er meer. Ja, yeah, perfect. Ja. Ja, net de punish. Min 12. Ja, en op sommige angles krijgt hij daar toch echt wel een combo voor. Oeh, net de step. Ja, die trekt niet links. En daar ga je. Oh, en de grab. Een grab. Deed een Husky. Oeh, whiffed. Maar hij wordt er niet heel heftig voor gepunished. Alsnog vliegt hij eronder. Round 4. Fight. Pressure. Met de komen aan de wall. Oeh, het blijft beperkt. Ja. Geen duck erop. Goeie punish. Dat is damage by the wall. Een van de redenen waarom hij waarschijnlijk nog niet heeft geswitcht van stage hier. Oeh, dat is gevaarlijk. Slechts een 10 frame punish is 15 frame punishable. Oeh, de low. Ja. Kazuya, niet hele goede low of pokes, maar... Als het moet, kan je de game ermee finishen. 1-0 met een 3-0. Convincing. Dus ver. Oeh, net niet geduldig genoeg. Wacht niet de laatste hit af. En wordt het nog geraakt. Zonde. Backswing blow. Nee. Oeh. Daar had hij. Ja. Ja. Pressure. Ja. Plus frames on top of plus frames. Ja.
Up forward 4, raakt niet. Duck de grab, krijgt er niks voor. Oeh, net de sidestep. Oeh, ja. Ook. Oh. Doet de fake out. Oeh, helaas. Hij viel er niet voor. Bleef kalm. Geen interruption. Sidestep electric. Die hebben we net voorgezet ook veel gezien. Hellsweep. Wat ga je doen? Wake up. Ja, dat kan ook nog. Little Mayo met die instant wow running twos. Nog een upward 4. Bang voor die hellsweep waarschijnlijk. Oeh, met de grab. Nog één. Oeh, blijf patient. Punished helaas niet de get up kick. Ja. Zonde. En terug naar dezelfde stage. Hij zal het er nu op moeten doen. 4-0 met de match weer. Ja, gaat hij hem terugpakken? Gaat hij er nog een paar pakken? Of gaat hij misschien zelfs helemaal terug in zijn favor draaien? We gaan het meemaken. Oeh. Dat was niet helemaal de bedoeling. Raakt de launcher. Wall carry. Goede combo. Ja. Oeh, sidestep, maar Dragunov beweegt zich nog heel ver naar voren naar zijn wall running toe. Dus het kan soms awkward zijn om er iets vanaf te krijgen. Blijf niet patient press into the hit. Niet helemaal, een beetje rare sidewall splat, maar pakt hem met de down forward. Hell sweep. Dash stop hem in. Blijf patient, netjes, goede punish. Up forward 4, over de dick jab heen. Wow, sidewalls, maakt niet uit, we krijgen er alsnog wat voor. Oeh, daar had hij gehoord op nog een resplat. Werkte net niet helemaal. Hell sweep. Tot dusver niet veel hellsweeps geblokt. Boom. Oeh. En weer met de down forward to counter hits. Ja. En dan heb je hem. Dan is dat is de ronde al. En nu Chinsama. Laatste ronde potentieel voor die allesbeslissende game. Gaat onder de... Get off me. Nee. Niet te gretig worden. En je ziet... Boom. Flip over. What's for breakfast? Net iets te laat met de punish. Oeh. Oeh, maakt hem af en catcht hem met de laatste hit. 2-2, gaat hij nog een game pakken? Hellsweep. Oeh, probeerde nog een electric te doen, maar jab. Down forward 2 sidestep, netjes. Dat is damage. Naar de whirl, not quite. Probeerde te sidesteppen, maar helaas, de muur stond in de weg. Headbutt. Stomp. Als je niet rolt, stomp. Power Crush. Wat gaat hij doen? Wat komt eraan? Ja, die Unbreakable Grab. Is dit het? Ja, en Little Mayo pakt ook een game. 4-1. Nog steeds Dragon Nest. We gaan er niet vanaf, boys. We stay here. We blijven hier. Dragunov with Dragon Nest. We hebben geen zin aan laadschermen. Ga weg met die spul. Oeh, de 1-1-2. Duckt, verwacht de hellsweep. Maar nee. Oeh, daar wou hij een sneaky catch doen. Maar helaas,
Oeh, volgens mij. Ja, hij deed niks. Nee. Heel netjes. Patient gebleven. En die Gajak pakt verkeerd uit en kost hem de ronde. Niet een slecht idee. Goeie blok. There we go. Daar zitten we al een tijdje op te wachten. Flip over. Pressure plus frames met een dick jab. Zeg nee, 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 nee. Hell sweep. Oeh, en weer die electric, maar dropt hem. Maakt hem niet af. Hij maakt hem inderdaad niet af. Grab wordt niet gebroken. Mix up, what's it? Oeh, dat had een punish kunnen zijn. Hey, pakt hem alsnog. Met de midkick. Hell sweep. Oeh, dropt hem weer. Dropt hem. Ja, en catcht hem met de tippy toes van de hell sweep. Float. Ja. Boy, je mag niet springen. Geen duck. Pressure. Ja, heel netjes. Besluit te drukken. Ja, dat is de ronde. Weer 2-2. Kan er nog maar een comeback maken? Is het mogelijk? Back from the depths of 4-0. Oeh, lelijke whiff. Punish blijft beperkt, though. Kan lastig zijn met Kazuya om een whiff te punishen. Je moet klaarstaan met die electric. Oeh. Grab wordt niet gebroken. Dit is goede Oki. Wat krijgt hij? Stomp aan hem. Plus frames. En weer een grab voor de winst. 4-2. We got a match. Dragon's Nest. Alweer. Nog steeds. We're staying. We blijven hier, boys. Round one. Fight. Wordt het de 4-5? Wie weet. Ik hoop op een 4-4. Oeh. Hell sweep. Ja, ze spelen al best wel lang met elkaar, dus... Ja, ondertussen verwacht je toch dat ze elkaar een beetje door beginnen te krijgen. Oeh, counter hit while running through. Dit doet pijn. Veel damage. Oeh, weer. Dat is een speciaal... Hij heeft er nu al een aantal keer gedaan. Ik ga ervan uit dat het intentional is. En dat het gewoon een aantal keer niet helemaal goed werkte. Oh. Wou voor de hell sweep gaan. Werd geïnterrupt. Oeh. Oh, Pupertuur. Waarschijnlijk wou hij weer die hell sweep catchen, maar... Dat was het niet, maar hij pakte hem er toch mee. Grab. Nu de andere. Chat is live, boys. We zijn er weer, boys. Let's go. En ondertussen, Little Mayo, 2-0 voor in deze game. Oeh, de break. Goeie. Oh, heel netjes. Ik weet niet of dat een punish was of dat er geprest werd. Oh, de comeback, de perfect. Ja, de perfect. 4-3. Ja. 4-3. All the way. Oh, en we zijn chat weer kwijt. Doei, chat. Yo. We zijn toch niet live, boys. Dragon's Nest. Nog steeds. Dit is waar we de rest van de set gaan spelen. De graphics showt het nog niet. We zijn 4-3. Shoulder. Plus frames. Nee. Ik heb plus frames, boy. Geen punish. Wordt dit een... Harassment. Nee. Hij stilt die perfect weg. Heel netjes. Boys of Hope. Oh god. Oh nee. Ja, we zitten nu blijkbaar op een account die deze game niet ownt. Dus helaas. Hebben ze nog 15 minuten? Ik snel werk van maken, boys. Ik denk dat we deze set nog wel in die tijd kunnen afmaken. Ondertussen, Chensama, volgende ronde. Grote comeback. De hell sweep.
Oeh, nette whiff punish met de electric. De wall. Oeh, net niet. Ja. En dat wall splat. Boom. En Chinsama. Nu weer op matchpoint. Setpoint moet ik eigenlijk zeggen. Hij stond dit eerder twee keer overnieuw ook al. Gaat hij hem nu wel afmaken? Het zit eruit van wel. Ja. Oh. Little Mayo, duidelijk bang voor die hell sweeps. Oh, helaas. Dat was hem, maar zeker goed gespeeld. De comeback, 5-3, dat was zeker een stuk competitiever dan dat het er op een gegeven moment uitzag. Goed gespeeld van beide spelers. Net adjustment van Little Mayo. Maar Chinsama clutched hem at the end of the day.